Het Hof ziet in deze uitzonderlijke zaak aanleiding om voorafgaande aan de vaststelling van de feiten en omstandigheden het een en ander voorop te stellen. De verdachte wordt in de kern verweten dat hij de moord op Helmen Wiels een rol als moordmakelaar heeft gehad. In de visie van het Openbaar Ministerie en het gerecht vormde hij een belangrijke schakel tussen de uitvoerders en de opdrachtgevers van de moord. Inmiddels staat door een uitspraak van de Hoge Raad in rechten vast dat ook wel Monster genoemd, de schutter was. En dat ook wel Bolle genoemd, de bestuurder van de vluchtauto was. Heeft geen verklaring kunnen afleggen, omdat hij omstreeks 17 mei 2013 van het leven is beroofd. Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat zijn aangezocht door ook wel Preto genoemd. Ook hij kan zich niet meer voor zijn daden in de rechtszaal verantwoorden, aangezien hij op 6 september 2013 zelfmoord heeft gepleegd. Met deze achtergrond laat het zich raden dat het onderzoek naar de opdrachtgevers geen eenvoudige opgave is geweest. Twee van de drie hoofdrolspelers die op dit punt mogelijk verwaarde hadden kunnen zijn, zijn niet meer in leven. Daar komt bij dat de derde hoofdrolspeler kennelijk berekenend en op onderdelen aanmerkelijk inconsistent heeft verklaard. Mede in aanmerking genomen dat het gepresenteerde bewijs verder voornamelijk van indirecte aard is, was op voorhand duidelijk dat de taak van het Hof de feiten en omstandigheden waaronder deze moord heeft plaatsgevonden vast te stellen, bijzondere zorgvuldigheid zou vereisen. Het Hof heeft om die reden ambtshalve beslist dat als getuige ter terechtzitting in hoger beroep moest worden gehoord. Dat getuigenverhoor is op een geluidsband vastgelegd en vervolgens woordelijk uitgewerkt ten behoeve van een zo optimaal mogelijke analyse. Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid, als ook bij de weging en waardering van alle overige bewijsmiddelen in het dossier, heeft het Hof alle denkbare scenario's de revue laten passeren. Die analyse leidt niet tot het door de verdediging beoogd gevolg. Het Hof komt namelijk evenals het gerecht tot een bewezen verklaring van het te lasten gelegde medeplegen van moord. De analyse van het Hof heeft wel geleid tot een andere selectie en waardering van de bewijsmiddelen. Mede daardoor zal het Hof het vonnis van het gerecht vernietigen. Uit de vastgestelde feiten en omstandigheden kan worden opgemaakt dat het bewijs van verdachtes betrokkenheid hoofdzakelijk op vier pijlers steunt. De verklaringen van de verklaring van het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao, de verklaringen van de getuigen en de onderschepte sms-berichten tussen de verdachte en de toenmalige minister van Financiën. Bij de beweging van de betrouwbaarheid van de verklaringen van heeft het Hof allereerst in aanmerking genomen dat hij onherroepelijk is veroordeeld voor het medeplegen van de moord op Helmen Wiels. Met die veroordeling staat vast dat hij de fatale schoten heeft gelost en dat hij intensief heeft samengewerkt met Bolle en Preto. Daarnaast heeft het Hof voor een eerste selectie en waardering van de verschillende verklaringen aansluiting gezocht bij objectieve aanknopingspunten zoals de beschikbare zendmastgegevens en de onderschepte gesprekken en berichten. Vervolgens heeft het Hof bezien in hoeverre de verklaringen van verankering vinden in hetgeen hij volgens zijn echtgenote en zijn toenmalige byside aan hen heeft toevertrouwd. Het Hof voelt zich verder gesterkt in de selectie en waardering van de verklaringen van Koewas door de inhoud van een afgeluisterd gesprek dat hij op 1 oktober 2015 met zijn echtgenote heeft gevoerd in de penitentiaire inrichting in Zoetermeer. Voorts heeft het Hof acht geslagen op pinggesprekken die steun bieden aan het bewijs dat de verdachte geld ten behoeve van aan Preto heeft doorgegeven. Het beeld dat uit de bewijsmiddelen naar voren komt, wordt verder versterkt door de vriendschap en de samenwerking tussen de verdachte en Preto, met name omdat de verdachte dat beeld zo krachtig heeft geprobeerd te bestrijden. De bewijsmiddelen laten er geen misverstand over bestaan. De verdachte was bijzonder goed bevriend met Preto en heeft met hem ook intensief samengewerkt bij de handel in drugs.
Tegen deze achtergrond moeten de contacten die de verdachte met de voormalige minister van Financiën en Herstel heeft gehad worden begrepen. Uit de getuigenverklaring van het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao blijkt dat aan hem door een informant is medegedeeld dat Preto als eerste van de voormalige minister van Financiën het aanbod heeft gekregen om Wiels van het leven te beroven en dat hij daarvoor later samen met de verdachte is teruggekomen. De door het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao overgebrachte verklaring vindt onder meer bevestiging in de verklaringen van de getuige. Volgens die verklaringen was de verdachte in maart 2013 nog in onderhandeling met de voormalige minister van Financiën. Het Hof wijst in dit verband ook op verklaringen van getuigen die in de bewuste periode meerdere keren hebben gezien dat de verdachte het kantoor van de voormalige minister van Financiën heeft bezocht met een envelop gevuld met geld. Deze contacten en de sms-berichten die de verdachte in de dagen voorafgaand aan de moord met de voormalige minister van Financiën heeft gewisseld, schreeuwen om een aannemelijke verklaring van de verdachte. Het Hof is echter met het gerecht van oordeel dat de verdachte die verklaring niet heeft gegeven. Het Hof houdt het dan ook voor, gelijk het gerecht, dat de in de sms-berichten genoemde uniformen zien op de mensen die voor de moord op Wiels waren ingeschakeld. Dat past ook geheel in de tijdlijn die uit de bewijsmiddelen valt te distilleren. Na een voorstel van Preto aan de voormalige minister van Financiën over de buit van een overval op een juwelier in de Renaissance Mall, het tegenvoorstel aan Preto en later aan de verdachte om Helmen Wiels van het leven te beroven en het aannemen van die opdracht door de verdachte, dat blijkt uit de verklaring van het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst. Daarop volgt de onderhandeling tussen de verdachte en de voormalige minister van Financiën in maart 2013, dat blijkt uit de verklaring van het aanzoeken van de schutter en de chauffeur in april 2013, dat blijkt uit de verklaringen van en Pancheck. En de daarop volgende bevestiging aan de voormalige minister van Financiën op 30 april 2013 dat de uitvoerders zijn geregeld. Deze conclusie wordt kracht bijgezet door pogingen die zijn ondernomen om de verdachte af te persen. De verdachte heeft deze pogingen tot afpersingen ontkend, maar die ontkenning is weinig overtuigend. De verklaringen vinden namelijk bevestiging in een afgeluisterd gesprek dat de verdachte met zijn vader heeft gevoerd en een vertrouwelijk opgenomen gesprek tussen en zijn vriendin en pinggesprekken tussen en zijn halfbroer. De verdediging heeft zelf geen alternatief scenario naar voren gebracht. Het Hof heeft zich daarom ambtshalve voor de vraag gesteld welke omstandigheden nog afbreuk zouden kunnen doen aan de overtuiging die uit de bewijsmiddelen is verkregen. De samenwerking tussen de verdachte en Preto op het gebied van drugshandel is in het oog springende omstandigheid die wellicht door sommigen als verklaring zouden kunnen worden gezien voor de contacten tussen verdachte en Preto en voor verdachtes aanwezigheid voorafgaande aan de bespreking van het moordplan in de garage van Preto. Die omstandigheid verklaart evenwel niet de contacten tussen de verdachte en de voormalige minister van Financiën. Naar het oordeel van het Hof kan die omstandigheid daarom geen afbreuk doen aan de bewezen verklaarde toedracht. Uit het onderzoek ter terechtzitting zijn evenmin andere serieuze alternatieve scenario's aannemelijk geworden. Het Hof heeft tot slot overwegingen besteed aan de bruikbaarheid van de door voor het bewijs gebezigde verklaringen. Het Hof komt daarbij onder meer tot de conclusie dat anders dan de verdediging meent, niet in strijd is gehandeld met het ondervragingsrecht als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, nog met enig ander rechtsregel. Ten aanzien van de nauwe en bewuste samenwerking heeft het Hof nog het volgende overwogen. Uit de door het Hof gehanteerde bewijsmiddelen komt naar voren dat de verdachte de opdracht voor de moord op Wiels van voormalig minister van Financiën heeft aangenomen, dat hij vervolgens met hem en Preto heeft onderhandeld over de verdere uitvoering van de moord en het bedrag dat daarvoor betaald moest worden, dat hij daarvoor vervolgens via Preto een schurter, zijn de
en een chauffeur, Bolle, heeft aangezocht en dat hij het geld dat voor hem bestemd was aan Preto heeft doorgegeven. De materiële en intellectuele bijdrage van de verdachte aan het geheel is daarmee ontegenzeggelijk aanzienlijk en dus ook van voldoende gewicht om te kunnen spreken van medeplegen. Dit medeplegen van de moord op Wiels is strafbaar en de verdachte is daarvoor ook strafbaar. Dat brengt het Hof tot de straf die zou moeten volgen. Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard. Op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de mate waarin de gedraging aan de verdachte te verwijten is en op de persoon van de verdachte zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Een moord wordt algemeen beschouwd als een van de ernstigst denkbare delicten, aangezien het opzettelijk en met voorbedachte raden benemen van iemands leven de meest ernstige en onomkeerbare aantasting van het hoogste rechtsgoed, het recht op leven, is. De verdachte heeft aan deze moord een beslissende bijdrage gehad. De verdachte heeft na onderhandeling met enkel oog voor financieel gewin wel overwogen een opdracht aangenomen om een volksvertegenwoordiger uit de weg te ruimen. De verdachte heeft daarbij een leidende rol op de achtergrond ingenomen en anderen het vuile werk laten opknappen, met de kennelijke bedoeling zo zelf uit beeld te blijven. De ingeschakelde huurmoordenaar, monster, heeft zijn opdracht op meedogenloze wijze uitgevoerd. Op klaarlichte dag werd Helmen Wiels bij de pier van Marie Pampoen, waar hij met kennissen een biertje aan het drinken was, volledig verrast door het kogelvuur dat op hem werd geopend. Hem werd geen kans gelaten om aan de aanval te ontkomen. De verdachte en zijn mededaders hebben daarmee onpeilbaar leed toegebracht aan de familieleden en de vrienden van het slachtoffer en Curaçao in rouw gedompeld. Daar komt bij dat Helmen Wiels de leider was van een politieke partij die op dat moment een significant deel van de bevolking vertegenwoordigde. In het algemeen, binnen Curaçao, maar ook daarbuiten, heeft de aanslag de rechtsorde zeer ernstig geschokt. De verdachte heeft ervoor gekozen de verantwoordelijkheid voor zijn handelen niet op zich te nemen en heeft evenmin laten blijken spijt of berouw te hebben. Die proceshouding maakt het verwerkingsproces voor de nabestaanden des te moeilijker. Het Hof rekent ook dat de verdachte aan. De door de raadsvrouw aangevoerde persoonlijke omstandigheden kunnen dan ook nauwelijks gewicht in de schaal leggen. Het Hof is unaniem van oordeel dat niet met een andere of lichtere straf kan worden volstaan dan met de maximale tijdelijke gevangenisstraf 30 jaar. Daarop moet verdachtes eerdere, inmiddels onherroepelijk geworden veroordeling voor drugsmokkel en witwassen in mindering worden gebracht. Dat betekent dat het Hof de verdachte conform de eis van het Openbaar Ministerie zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 26 jaar. Ik rond af, ik vat samen. Het Hof vernietigt het vonnis van het gerecht in eerste aanleg en doet opnieuw recht, verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde medeplegen van moord heeft begaan, verklaart dit bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte daarvoor strafbaar, veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 26 jaren met aftrek van voorarrest. Ik deel u mede dat zowel u, meneer Fonseca, als het Openbaar Ministerie 14 dagen de tijd hebben om cassatie aan te tekenen bij de Hoge Raad in Nederland. Dat was het.